Hallo allemaal en welkom bij een derde vlog deze week. Vandaag is het echt al super vroeg. Wacht, we hebben daar al iemand die al onderbreekt in mijn intro. Joy, laat je hoofd maar eens zien. Oh, het is te donker. Zeg Joy, wat het is vandaag dag 3. En ik ben helemaal in de war als we daar aan het praten zijn. Het is vandaag dag 3. Het is nog 7:50, dus het is echt nog vroeg. En Aiko en ik hebben vandaag de taak gekregen om naar de bakker te gaan. Dus gaan we dat doen. En Aiko heeft inderdaad daar al gekracht. Ik wil nog iets uitzien, Aiko. Ah. Kijk hier binnen. Kijk hier buiten. Alla. Zit je deze sporen? Oeh, inbrekers. Nee, hertjes. Zie je cool. Even daar is het raam, hè. Daar is het raam. De deur is nog open, hè. Oei. Daar is het raam en hier zijn sporen. Dus, dat wil zeggen... Ja. Dat er als we aan het slapen waren... Een hertje gepasseerd is. Dat is toch cool? Ja. Die loopt over heel deze dingen, hè? Van 2 meter hoog. Nu hebben we een nachtcamera. Ja, nee, daar ben ik nog niet uitgerust. Maar ik heb nog geen nachtcamera, maar dat zou wel heel cool zijn. Dus, wij onderweg naar de bakkerij. Maar even. We moeten wel omhoog stappen, hè? En op de camera lijkt dat altijd niet zo. Niet zo stijl. Lijkt dat niet zo stijl? Maar ik heb het al gezegd, het is echt nog vroeg, hè? Ja, maar... Het is echt maar. Het weer is wel weer... Prachtig. Het weer is wel weer... Prachtig, zie je. We moeten weer zoeken achter de wolken. Nee. Ja, dus... Ik ga nu haar beste Frans bovenhalen. Bonjour. Hoeveel brood heb je eigenlijk nodig? Echt heel veel. Zet. Zeven? Nee, zeven. Zeven? Zeven baguettes. Wel, dat is toch al veel. Dus we hopen dat we niet lang moeten aanschuiven ook niet. No. Maar eigenlijk heb jij ook al de tafel gezet, dus je hebt al 2 taken gedaan. Zoals we iedereen zou zeggen. Ja, dat is waar. Iedereen heeft hier taken, hè? Ja. Zo moet het. Amai, dat is echt keiglad. Ja, de avondactiviteiten, ja. Ja, vanavond gaan we... Avondactiviteiten, maar we weten nog niet wat. Het is een surprise. Het is een surprise. Dat gaan jullie ook zien. We gaan nu verder wandelen naar de bakker. Ik kan mijn kamer wegleggen voordat ik eruit kwijt. Ja, amai. Dit is wel echt heel mooi, Aiko. Laat de baguette niet zien hoeveel. Zeven. Je draagt dat ook zo alsof dat ja, joh, hey, als keizwaar is. Ja, als ik eruit ga, dan zijn we al onze baguette kwijt. Alles baguette. Maar we hebben wel echt lang moeten aanschuiven. Hadden we eigenlijk nog niet... 10 mensen voor ons. 10 mensen? Veel meer. Dat denk je? We konden niet in de bakkerij filmen. In de bakkerij, de winkel. Het was echt een mooie bakker, wel eigenlijk. Hè? Maar heel duur, ik leer. Heel duur. Hoe was het, Eclair? Ik had me gewoon tegen om het niet te kopen. 3,5 euro. Nee, 2,5 euro. 3? Ik heb 3 gezien. 3,5 euro voor een Eclair. Dat vinden we net te veel, want we zijn maar simpele studenten nogmaals. Ja. Maar dus, ik moet mijn camera al dragen, dus ik moet scheiden baguetten dragen. Hè. Ja, ja. En ze zien er zo te zien echt heel zwaar uit, op de manier waarop jij die draagt, nogmaals. Ik heb honger gewoon, joh. En kou. Ja, maar het is wel heel mooi als je zo wandelt, zo. En je wandelt zo in het licht van de bergen. Zo mooi. Ja. Maar dus, nu snel naar binnen, Aiko. En eten. Eten, broodjes maken op de pist. Botmaal en gaan. Hé, dat rent. Ja, dat dus, wat was ik? Broodjes maken. Broodjes maken. En gaan. Bottenaan en gaan. Ja. De bus op. Bus op, ja. En dan gaan. En het is weer echt een super mooie dag. Yes. Zoals jullie waarschijnlijk wel weten, kan ik niet meer skiën door mijn knie. Dus iedereen is nu, het is 10:40, iedereen is nu op de piste, zijn aan het skiën. Maar ik heb, omdat ik niet meer kan skiën, heb ik een avondactiviteit voorzien. En daar ben ik nu volop aan het voorbereiden, omdat iedereen toch weg is. Dus de avondactiviteit is eigenlijk zo wat allerlei challenges dat ze tegen elkaar per duo moeten doen. Maar daar gaan jullie straks wel meer van zien, want dat gaan we uiteraard ook wel filmen. Hier ben ik dus aan het voorbereiden. Ik weet niet of jullie dat zien, want dat is tegenlicht. Maar ik ben dus allerlei dingen aan het voorbereiden. Puntenschema bijvoorbeeld. We
ben je aan het doen, Floor? Een mooie pika maken van dit mooie uitzicht. Waarom praat jij nu zo raar? Omdat jij al met een camera op mijn gezicht zat. Auw, mijn oren toeten. Nee, zie je, mooi man. Ja, zeg. Op camera is het niet hetzelfde. Nee. Maar ik zeg het, dat is zo eigenlijk de zin wat ik heel de week al aan het zeggen ben in de vlogs. Maar dat is echt ziek gezoomd. Dat is wel wat beter. Ja. Dat was echt kei gezoomd. Dat is echt het hele ding dat ik al de hele week aan het zeggen ben, dat het niet hetzelfde is op camera. Nooit. Waarschijnlijk zijn jullie het ook allemaal beu gezien, dat wij altijd die bergen fotograferen. Ja, maar ja, daar is de zon ons laatste. Hè? Maar ja, maar op zich mogen ze het ons ook niet echt kwalijk nemen, hè? Ja, maar s'morgens heb je mooi gedaan. Ja, maar ze mogen het ons toch niet kwalijk nemen dat we dat zoveel in beeld brengen. S'morgens is dat ook die berg. Natuurlijk. Wat dacht jij nou? Die kant dan. Ah, zie, nu ziet je het weer niet. Dat kan niet morgens dezelfde berg zijn. Jawel, hè? Nee, want de zon gaat daar niet toch onder? Wat? Wel, waarom zou Joy de zon komt daar op en gaat daaronder. Waarom noemen de hele als Belgen dat Valgans als paracetamol? Omdat dat Valgans is gewoon een merknaam en paracetamol is actieve stof. Ah, oké. Okay. Ik kom een handje halen. Oh, nu kom ik die bakje verschoren. Nee, het is oké. Okay, dat brengt actie. Vilien, kijk eens even naar het. Naar het. Ja, heel schoon, wacht, hè. Heel schoon, zeg. Ik ging even iets zeggen, maar dat is niet voor de camera bereikbaar. Jawel, zeg maar. Nee, dit wil ik eruit knippen. Of laat het er gewoon in. En gewoon blij, gewoon zo het geluid stil. Mijn tenen zijn wellicht zwaar aan het bevriezen. Maar vandaag, zoals ik deze morgen al zei, in de intro gaan we dus subiet het spel van Lore spelen. Allee, het spel, we weten eigenlijk niet wat het is. Nee. Oh, mijn hoofd is niet in beeld. Maar mijn voeten hebben ijskou, we staan hier gewoon... Ik plak aan deze vloer met mijn sokken. Ja. Maar dus, we gaan het spel spelen van Lore, dus dat gaan jullie ook wel zien. Het enige wat we weten, Floor, is dat het in koppels is. Dus het is in duo's en het zijn challenges dat we moeten uitvoeren, dat weet ik al. Doe normaal. Ja, maar alleen wat dus, is het vloer? We gaan het zien. Een hele goede morgen. Ik was mijn vlog aan het editen en ik zag dat ik opnieuw geen auto heb opgenomen gisteren. Voor de vlog van gisteren. We zijn dus nu al de volgende dag. Dus vandaar dat ik nu dus een auto opneem. Gisteren was het een beetje in het water gelopen, omdat zijn de planten in het water gelopen, gevallen. Omdat Joy, die kreeg gisteren een migraineaanval. En ja, was daar zo wat misselijk bij. Dus konden we niet echt het spel doen dat Loren had voorbereid, omdat dat in koppels was en je moest dan challenges doen. Dus ja, dat ging niet. Dus dat gaan we dan nu vandaag doen en dat ga je dan ook zien in de volgende video. Dus de plannen zijn een klein beetje verschoven, maar jullie gaan het alsnog zien. Maar dat wil dus wel zeggen dat deze video niet... Ja, dat het niet zo een hele grote of goede video is. Maar... Daar kan ik natuurlijk niet echt iets aan doen, want ik film gewoon de dag zoals die is. En dat had ik ook gezegd dat ik elke dag van deze vakantie een vlog ging plaatsen. Dus dan is het ook normaal dat er soms een iets minder goede video tussen zit of een iets minder actievideo. Dus dan weten jullie bij deze. Dan gaan jullie sowieso het avondspel dat Loren heeft voorbereid zien in de volgende video. Ik wil jullie wel allemaal bedanken om te kijken naar de video. En het zou heel leuk zijn moesten jullie abonneren. En dan hoop ik jullie te zien in de volgende video. Tot later!